Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar Split Sprint, een nieuwe video. Even kijken. Ja, dit maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar vroeger speelde ik Verstoppertje. En ik zie dus nu mensen Verstoppertje spelen. En er stond de net stond er, lag er iemand hier zo. Maar helaas is diegene nu zeg maar daar naartoe gegaan al. Maar ik geloof dat ze met z'n drieën Verstoppertje spelen. En ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dit film. Ik wou het eigenlijk filmen, maar diegene, ja, ze gaan eigenlijk nu weg. Het lijkt net of ze weten dat ik film. Maar ik heb vroeger dus, dat soort dingen heb ik vroeger ook gedaan. En dat zie je dan. En dat is zo super grappig. Ik weet niet hoe laat het is trouwens. Maar ik ben nu eigenlijk aan het editen. En ik hoop dat jullie het zien. Voor jullie zeker weten. 4:15 en die kinderen gaan net weg, helaas pindakaas. Maar dan zie je gewoon wat je eigenlijk vroeger gedaan hebt. Ze hebben een Verstoppertje gespeeld en ja, daar dacht ik aan. En ik dacht, laat ik gewoon een video maken dat ik dat vroeger ook gedaan heb. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik deze video opneem, maar het is super grappig. Nou, we zijn nu bij Daniel. Nou, Daniel is alles naar de prullenbak aan het verplaatsen. Ja, zeker. Daniel is gewoon alles naar de Jezus. He. 45 video's. 45 video's voor de Parijsvlog. Jezus. Dat was denk ik niet eens op ding. Nou, is jammer. Hij heeft het op zijn verjaardag gekregen en hij weet niet van wie. Maar dit zijn dus de meisjes in de bikini. Super mooi. Eigenlijk had ik ook wel zo'n foto in mijn kamer willen hangen, zeg maar. Nee, ik ben eigenlijk nog niet. Ja. Sterf. Nou, mensen, dan weten we ook gelijk wat we moeten doen. He? We moeten allemaal sterven van mijn broer. Niet te letterlijk. Mam! Nou, dit is gewoon echt een vlog waar nergens op slaat. Maar het is wel grappig, want Daniel zegt gewoon: mam! Ja, zeker. Zeker. Nou mensen, dit was het vlogje. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hadden. Het was eigenlijk een vlogje dat eigenlijk, dat er mensen Verstoppertje speelden. Maar het was eigenlijk niet zo heel leuk als gedacht. Maar ik heb er wat leuks van gemaakt. Leuk dat jullie hebben gekeken. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hieronder. En dan zie ik jullie weer. Later. Nou, ik ben Hans Klok. En ik ga nu verdwijnen.